zijn bijna het kamp fijn. Ik over ik je mannetje zonder straatstaal. En dit is mijn mattie. Peter. Hey. Ik slaap met een doestoe, met bakken met een dok. Kalfijn zegt sorry tegen Ronnie Flex. Hè? Ik heb speciaal Peter vandaag uitgenodigd om aan jullie te vertellen of ik nou daadwerkelijk in het echt arrogant ben geworden of niet. Ik doe de deur van dit. Hij heeft gewoon de deur opengelaten, die gast. Kan gewoon inbreken, kan gewoon binnenkomen. Ben ik arrogant? Je bent niet arrogant, maar je bent wel directer geworden. Je bent echt directer geworden. Ja, dat is waar. Virus. Dit is Peter, mochten jullie weten wie Peter is, leg even uit. Ik ben Peter, ik heb een kanaal voor Peter. Gaaf. Net begonnen. Dus gaaf. En gaaf. Hij is een vriend van mij. Box. Box. Ik weet niet of je mijn video's wel eens kijkt, maar ik eet altijd een bepaald stukje voedsel. Courgette. Boom. No. Mensen, jullie weten misschien wel wat met Peter is. Wij werken natuurlijk samen, we genieten van elkaar. We zijn Matties for Life. Matties for Life. Life, bitch. En we hebben natuurlijk allerlei verschillende YouTube kanalen, etc. En daar gaan we straks allemaal wat meer over vertellen. Maar ik moet je eigenlijk even weer inwijden in het zijn van een online video superstar. Oh my god. En daar heb ik mijn eigen manier voor. Doe even je ogen dicht. Je ogen dicht? Ja, zeker weten. Hecht je heel veel waarde aan de witheid van dat shirt? Als in, ben je klaar voor? Nee! Dit is het beste moment in mijn leven! Ben je klaar voor? Ja, ik ben het zeker al. Oh, alles is wat een eer. Kijk hoe koud of veel paprika's, man, bro. Koud, veel paprika's. Okay. Het verhaal is als volgt. Dit is Peter en Peter heeft zijn eigen YouTube-kanaal. Het heet Petrus, let's go. Ratatatata. Wij hadden eerst altijd een kanaal, dat heette Podcast. Maar op een gegeven moment hadden wij zoiets zelf. Oké, weet je, we willen iets nieuws. Wat willen we in ons leven? Wat gaan we er allemaal mee doen? En toen zei Peter, weet je wat, fuck it. Ik ga het even proberen. Dat is nu gebeurd. Het is 2 september, de dag waarop Peter officieel zijn allereerste video geüpload. Trots? Ik ben trots, ja. Wat leuk, man. Vet. Cool. Vet. Max. Lekker gebokst, vriend. Huh? Hey! We hebben iets leuks, want we houden ons aan onze afspraak. Jeetje. Praten. Praten. Wij houden ons aan onze afspraak. Wat betekent dat wij een meeting gaan doen? De oude naam, het vroeger een beetje door de wandelgangen ging, was Cine Meetup. Ja. Het gaat anders heten. Hoe gaat het heten dan? Hoe heet onze gang? Je hebt de Kalfijne mensen, dat zijn jouw... De Kalfijne mensen. Is dat het beste wat je kon bedenken? En de Pet Russen van mij. De Pet Russen. Wij gaan een meeting houden, speciaal voor jullie. Maar goed, daar moeten we wel even iets voor doen. Namelijk, als we deze maand 300.000 abonnees kunnen halen op Peter's kanaal, gaan we officieel een meeting doen. Locatie is al bekend. Ja. Is in Amsterdam. Het gaat waarschijnlijk in een weekend zijn, dus we kunnen hier allemaal... Precies. Dat wordt leuk, wat goud. Oké, we gaan vandaag een hele leuke challenge doen, namelijk we gaan exen van YouTubers raden. Hey. Ja, er zijn natuurlijk allemaal YouTubers die hebben relaties met bepaalde mensen. En de ene is daar heel duidelijk over, ik noem geen namen, Gio en Jultje. En de andere doet dat heel erg op de achtergrond. En daarom dacht ik, laten we een challenge bedenken, want ja, ik poep ze uit. Fucking leia. Wat vind je van een vinger in de mond tijdens seks? Kan plaatsvinden spontaan. Vind je van een vinger in de anus? Geil. En dan voor de mond of daarna? Ervoor. Oh. We gaan allemaal foto's bekijken van chicks of van dude. Wiens ex het dus is. En dan moeten we allemaal raden wiens ex het is. Wat nou? Als we ook nog voor de volgende challenge kak gaan proeven. En dan moeten we raden dat degene heeft gegeten. Doe normaal, heel vies peuk. Je bent fucking smeren. Je bent fucking smeren. Ga naar huis op maf, Kees. Jezus, het is natuur. Doe even je poten van mijn tv af, joh. Oh, ik ben Peter. Ik mis mijn tv'tje. Ik mis mijn tv'tje. Ik heb mijn tv meegenomen. Fuck you. Are you ready, man? I'm ready! Are you ready for challenge? Ik vind het wel lastig eigenlijk, hè? Wat? Ex van YouTubers. Oké, maar dit is de eerste. Oh! I know this one. Jezus. Oké, ik ga... Oh, je hoort hem struikelen over zijn woorden. Ik ga woorden! Serious? Weet ik veel. Hey, kijk, Gio. Ik ga voor Gio. Gio. Ja. We hebben elkaars pik nu vast. Jezus. Vet, man. Het is de ex van Kwebbelkop. Dat denk ik. Maar ik weet het bijna zeker. Hey! Johnny. Kijk, dat is een leuk chickie. Deze! Nou, hoor, hoe lang moeilijk zeg! Wow, wie is dit? Weet niet, man! Weet je serieus niet? Nee. Hey! Wie is het? Milan! Milan Knol! Denk je dat dit de act is van Milan Knol? Nee, van mijn stuk te ver. Fuck! Kijk even goed! Wie is dit? Wie is dit? Weet ik niet, joh! Weet je serieus niet? Nee, zeg het! De ex van Gio! Is het Jultje? Jultje! Lijkt heel op Jultje! Jawel, joh, dit is gewoon Jultje! Nee, man! Helemaal, man! Oh ja, Jultje! Ja, ja. Je hebt toch wel ogen, je kan nee, wel... man! Zij lijkt daar niet op Jultje! Disappointed! Wie is echt is dit? Nou. Oh. Halleluja, man. Oh. Ik ga voor Monique. Monique Gastrum. 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 Het is Monique Gastrum. Hey. Hey. Wie de fuck is dit? Wie is dit? Ik ga... Wacht, moet wel tegelijkertijd zeggen. Ik moet nog even nadenken. Wie gaat met zo'n chick? Ik ga voor Giel. Wacht, moet wel tegelijkertijd zeggen. Giel? Dat is wel goed, denk ik. Toen moet ik dat ook zeggen. Ik denk de ex van Enzo. Knolbouwen. Dit is de ex van Enzo Knol. Dit is de ex van... Nee, ja, Giel, hè. Doe beter. Praten. Ja. Met Enzo! Hey. Er is helemaal niks aan de hand, Mattie. Ja, dat is lekker, pik. Ja, weet je, dat zijn die trucjes, Mattie. A few inches later. Oh!
What the fuck, jongen? Never trust the guy with the question. Jezus. Jezus? Ja. I don't know. Shit, man. Wie gaat er met dit? Ik weet het. Zeg maar. Dit is zo fucking moeilijk. Hé, hey, je moet even normaal doen met je grove taal gebruiken. Zeg dan niet. Zou jij eerst hebben? Giel. Dat mag ik ook zeggen. Kijk, eens dan. Gio. Ja, maar het is maar Gio of Giel. 50-50. Oké, okay, nou, zeg maar dan Gio. Ja, nee. Waarom niet? Dan verlies ik. Nee, misschien is het wel goed. Oké, okay, Gio. Echt? Arbo! Oh! Check, hij doet zijn lipjes ook hetzelfde bijna. Nee, zo is zijn hoofd gewoon. Oh. Als ik hem zo naar hem kijk, ben ik hem knapper dan dat chick. Armo. Armo. Ah! Jill. Jill. Zo, dat is moeilijk. Je hebt gewoon een rood nekje. Ja, nu dat het pijn doet, maar ik heb gewoon een allergische reactie voor vuile apen. Het is Milan Knol. Ik slaap hem met een Jill. We pakken met een knol. Zo. Ben je nerveus? Je zit net te trillen. Ja. Ja, ben je nerveus? Als ik dat vriezen ben, dan ga ik nerveus. Hey, het is Milan. Dit is Milan. Milan, dit is Milan. Wow, heftig. Maar ze zijn uit elkaar nu. Ze zijn nu uit elkaar, ja. Ik vind het wel zielig. Maar wie zou het uitgemaakt? Samen. Ja, maar dat bestaat nooit echt. Nee. Dat is iemand die liever wil dan de ander. Kijk, ik heb het gevoel alsof er een situatie was. En ik weet niet of het waar is. George me niet. Maar alsof de een zeg maar kinderen waren en de ander niet. Denk je, what the fuck? Dat ging door mijn hoofd. What the fuck? Ik zei dat George me niet. What the fuck loopt mij te judge? What the fuck? Ja, hey. Hoe dit? Who the fuck is this? Ik zou haar wel een kusje kunnen geven. Maar die is degene die haar daadwerkelijk vroeger dat kusje heeft gegeven voordat ze uit elkaar gingen. Dat is de challenge. Oké, okay, ik ga even kalfijn bouwen om challenge. In mijn opnemen. Lekker als kalfijn. Ja, man! Oké, ik zit erin. Geen idee. Ik weet serieus. Nee, man. Ja, serieus. Nee, man. What the fuck is het kalfijn? Dit exit checken van guys. Heb je wel een kusje gegeven, man? Ik heb geen idee wie dit is. Oh, nu in één keer. Nee, ik ben echt serieus. Ik denk dat dit de ex is van Kai van der Ree. Ik zeg maar wat. Jezus, wel een goeie, man. Ik ga voor. Ik ga voor Thomas van Stuk TV. Puur gokkie. De gok moet je altijd doen alsof je het weet. Precies, pokerface. Het is Kai van der Ree. Het is sowieso Thomas van Stuk TV. Kwaaivines! Oh, mijn god. Ja, dit is de ex van Kwaaivines. Hoe dit? Ik denk dat we deze wel heel opvallend gaan vinden. Ik denk wel dat dit een ex is van iemand van me denkt. Nee, hoezo? Wie is een chick? Wie is überhaupt een chick? Ik weet het, ik weet het. I know it. Ik weet het serieus. Maar tegelijkertijd zeggen, anders ga je mijn antwoord jatten. Melanie de Latoy. Oh. Funk Louise. Dit is ook echt zo'n video. Alsof het een video van Funk Louise is. Echt zo fucking lelijk. Zij zit hier gewoon, maar ze is er afgeknipt. Weet ik zeker. Oké. Okay, maar nou, jij gaat voor Melanie de Latoy. Ja, Funk Louise! Hey, ik ben wakker. Nee, ik weet niet hoe lang met Jasper blij bent. Hij toch Jasper? Hij Jasper, ja. Lijkt wel echt klein hoor, zo. Waarom dat jij zo zit? Even rugrecht, gewoon even een ben toch een kerel? Ben toch een man? Ben toch een vent? Ben toch een lekkere vent? Ben toch een fucking vent, jongen? God damn right. Ik denk dat er ook best wel veel mensen waren die dit wisten. Ben ik serieus. Oh, waar gaap je nou gewoon een fucking video? Nee! Kai, ik weet niet wie het is. Dionne. Onne die. Hey, het is Tim, we hebben het goed, lekker! Hey! Huh? Hey! Eigenlijk ongemakkelijk hoe je zeg maar als kind gewoon echt niet weet hoe de fuck je moet gedragen. Dat is fucking raar eigenlijk als je over nadenkt. Ja. We gaan even nadenken, ik weet het. Yay! Nee, niet. Ik zeg maar wat. Ik zeg serieus maar wat. Dit is een chick. Ja, zeg even iets. Inspireer me even. Ik inspireer je al in de video. Jij loopt hier. Is het echt als een. Ja, maar het is nooit leuk om mee te doen iets wat je niet goed in bent. Hallo, ik ben hartstikke goed hierin. Niet, helemaal niet. Nee. Ik ben niet leuk. Leuk. 3, 2, 1. Bibi. 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 Okay. Doe, zeg zelf okay. Iets. Ja, ik ga, ik weet het. Kan toch nadenken? Jutines. Sorry. Oké. Okay. Wow. Bocano. Ik weet niet precies hoe zij, zei Bo. Wat doet ze eigenlijk? YouTube. Zo. Ja, ik wist dat hij ertussen zou komen. Ik moet even poepen. Hier ben ik goed in. Oh ja, hij komt op. Hij is weer blij. Hij is weer ready. Ik ben een beetje ongemakkelijk. Nee, helemaal niet. Nee? Carré, shout-out naar jou. Of het goed met je gaat. Shout-out naar mijn ex. Shout-out naar mijn ex. Ja, oké. Okay. Dit is Carré Albers. Nee, laten we eventjes nadenken. Even tegelijkertijd in koor zeggen wie zijn ex. Het is 3, 2, 1. Dit is Petrus! De ex van Petrus. Het is de ex van Petrus. Wat een mooiste dame uit het rijtje, hoor. Ja, ik weet dit. Yo, ik weet het ook. Ja, weet je nu? Nee, oh, natuurlijk ben ik hem. Ja, weet je? Sowieso ben ik hem. Zeg het dan. Manuel. Ja, Manuel. Je hoeft alleen maar die Pokémon poster in de achtergrond te zien. Je weet al gewoon dat het Ik ben wel Anouk, hoor. Ik weet niet meer hoe ze heet. Misschien is het wel Anouk, ja. Girl, 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 ben I here we come. Oeh. Marlo Ellen. Van je moepies. 50 smoesjes om niet naar huis te gaan. Ja. Wie's ex is dit? Ik weet het. Ja, ik ook. Weet je dit? Wie's ex is dit? Ja. Ja. Echt waar? Ja. Oeh, dat vind ik heel knap. Ja, maar ik heb meerdere zelfs. Hoezo? Weet je meerdere exen van hem? Nee, tuurlijk. Echt? Ja. Dionne en Revee. Revee is nog steeds schoon. Oh. Hij heeft gewoon een kind met Revee. Oh, echt? Hij is gewoon vader. What the fuck, joh. Dat was een soort sprake van een soort kleine break-up. Dat ik weet ik. Oh ja, dat is wel waar, ja. Nee, ik heb geen. Oh, is wel mee! Volgens mij was het wel. Ja. Dionne! Hey. Hey. Oh, ik heb geen antwoord gezegd. Een puntje voor mij? Oh! Oh. Hey, hey, hey.
Twee exen. Twee exen nu. Brechtje. Het is Brechtje. Dit is de enige echte ex. Ja, we weten het. Tellen af. 3, 2, 1. Milan! We hebben dus dan 2 exen van Milan gehad. Zo. Milan is nu gewoon weer alleen. Dat is wel sneu. Dat is wel zielig. Maar hij vindt alweer een ander chick. Ja, Milan, blijf lachen. Chicky komt zo je kant op, man. Ik blijf even lachen. Oké, voordat we gaan kijken of het antwoord goed is, ga ik je even opdragen om naar de eerste link in de beschrijving te gaan. Dat is het kanaal van Petrus. Petrus heeft een YouTube-kanaal waarop je allerlei gare dingen gaat doen en zo. Dan kun je op abonneren. Als we 300.000 abonnees halen voor het eind van de maand, dan geven wij een meeting. Dus dan moet je even goed in je oortje knopen, want snap je? Denk je dat mensen blij worden van jouw kanaal, of niet? Ja, ik denk het wel, ja. Pette pluk, man. Pette look. Pette look. Is dit de ex van Milan Knol? Dat is de grote vraag. Zitten wij ernaast of hebben wij bij het juiste eind, dames en heren, jongens en meisjes? Wat fantastisch dat jullie op het puntje van jullie stoel zitten. Is dit de ex van Milan Knol? Het is de ex van Milan Knol! Hey! Goed, leuk dat jullie kijken naar mij en abonneert. Hey, later, hè. Hey! Hey, 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 hey.